Nou, ik zou zeggen, goedenavond allemaal en welkom bij dit webinar van Hartpatiënten Nederland. We zijn heel blij dat jullie allemaal aanwezig zijn en dat jullie de tijd en moeite hebben genomen om in te loggen tijdens dit webinar. Ik geef heel eventjes kort alvast het woord aan Hans en Iris, zodat jullie alvast gezichten erbij hebben voor degenen die net hebben ingelogd. Iris en Hans, van harte welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. En Zullen wij ons gelijk even voorstellen? Ja, dat is prima. Ja, nou, mijn naam is Iris en heel veel van jullie zullen mij misschien al kennen, want dit is ik heb al een aantal webinars met hartpatiënten samen. Dat waren er wat meer praktische webinars, waarbij we ook gingen koken. En nou, zoals je ziet, zitten wij nu bij elkaar. Wij wonen een beetje bij elkaar in de buurt en we vonden het inderdaad ook heel leuk om een wat meer informatieve webinar te doen over een onderwerp wat jullie allemaal wel aangaat. Dus zodoende dat wij hier zitten. Mijn bedrijf heet Kringsis Cooking. En ik heb een gezonde offline en online kookschool. En ik geef dus kooklessen, kookworkshops en verzorg ook gezonde catering. En Hans en ik gaan al even terug. Wij kennen elkaar uit 2015, hadden we net over. Ja. En nou, natuurlijk heb ik mezelf in de afgelopen 6 jaar een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, maar jij ook. Dus kun jij misschien iets meer vertellen over jouw achtergrond? Jazeker. Mijn naam is Hans van Kuik, ik ben sportarts. We zitten hier in mijn spreekkamer toevallig, vandaar een beetje een clean achtergrond. Dat is van de Sint Anne Zorggroep, topsupport en... Ik zie eigenlijk nauwelijks nog normale sportgeneeskunde, maar ben bijna volledig bezig met leefstijlgeneeskunde en hartrevalidatie. En nou, ik had altijd al wel meer dan gemiddeld belangstelling voor voeding, gezonde voeding. Denk ik dan de meeste van mijn collega-artsen. Maar ik ben er helemaal diep in gedoken, eigenlijk vanaf de kerstvakantie 2014. Die route, dat heeft veel gevolgen gehad, zullen we maar zeggen. En daar heb ik in 2015 ook Iris leren kennen. En nou, af en toe dan hebben we contact met elkaar en dan wisselen we dingen uit. En, maar eigenlijk onafhankelijk van elkaar zijn we inderdaad de hele ontwikkeling doorgegaan. Die verrassend genoeg toch altijd op hetzelfde pad is gebleven. Ja, die elke keer weer toch weer terugkomt, ja. Ja, en dat is ook een beetje het onderwerp waarvoor we hier zitten. Nou, gezonde voeding en gezonde leefstijl natuurlijk. Ja. En dan nu ook wel specifiek ook in relatie tot cholesterol. Dus natuurlijk ook voor de donateurs en de mensen die hartpatiënten volgen een heel interessant onderwerp. Ja. En kun je misschien een beetje vertellen hoe jij eigenlijk zelf op het pad van gezonde voeding bent gekomen? Sorry, heel even voor de onderbreking, Iris. Want ik zal heel even wat praktische zaken bespreken. Ik zie namelijk dat er ook al vragen over binnenkomen in de openbare chat. Dus ik geef jullie zo weer even het woord. En allereerst hartelijk dank voor de introductie. Dat we in ieder geval dat de kijker alvast een klein beetje een beeld heeft van wie jullie zijn en wat we doen. Komen we zo meteen heel even op terug. Ik zal mezelf allereerst ook eventjes voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Marley van Overveld van Hartpatiënten Nederland. Nogmaals allemaal hartelijk welkom bij dit webinar. Ik zal heel even een paar korte puntjes bespreken voor de praktische kant van dit verhaal. Zoals u wellicht al weet duurt het webinar ongeveer een uur. Dus we verwachten rond de klok van 9 klaar te zijn. En aan de rechterkant vindt u, voor degenen die net pas meekijken, vindt u een chatfunctie. Mocht u tussendoor vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die via de chatfunctie eventjes doorgeven. We hebben 2 collega's die achter de schermen ook meekijken, Aysegül en Donna. Die zullen ook hun uiterste best doen om snel te kunnen antwoorden op eventuele vragen. Zelf kijk ik tussendoor ook mee, zodat ik de vragen ook door kan spelen aan Hans en Iris. En wat ook eventjes belangrijk is om te vermelden, is dat dit webinar wordt opgenomen. En u krijgt achteraf ook een mail van ons, zodat u zelf het webinar kunt terugkijken. Dus mocht het zo zijn dat u achteraf denkt van, oh, wat zeiden Hans of Iris ook weer precies hierover? Dan is het wel heel prettig om het op uw gemak te kunnen terugkijken. Dus dan weet u in ieder geval dat u dat achteraf automatisch van ons krijgt toegestuurd. Zowel Hans als Iris, allereerst nogmaals, jullie, onze grote dank dat jullie de tijd en de moeite nemen om dit webinar te kunnen geven. Ook ik ben ervan overtuigd dat heel veel van onze donateurs hier heel veel aan zullen hebben.
We merkten ook dat er ontzettend veel interesse was in dit webinar. Vanaf dat we dat hebben aangekondigd, hebben er heel veel mensen hebben zich ingeschreven voor dit webinar. Dus dat zegt natuurlijk wel al genoeg over dat het natuurlijk een onderwerp is dat heel erg leeft bij ons. Hans, inderdaad nogmaals de vraag die Iris zojuist stelde. Misschien eventjes inderdaad eventjes een terugblik naar hoe dat het voor jou allemaal begon en hoe het kan dat je hier... dat je hier zo op stort. En dan gaan we dadelijk eventjes over naar een paar algemene vragen, voordat ook de vragen van de kijkers binnen kunnen komen. Ja, prima. Dan ga ik terug naar kerstvakantie 2014. Toen had ik besloten van, ik ga eens zoeken naar het hoe en waarom van de kernboodschap van onze bekende richtlijn Goede Voeding. Die is namelijk sinds de jaren 70 eigenlijk niet veranderd. Dat was altijd het paradigma van pas op met vet, pas op met verzadigd vet. Ik heb nooit anders gehoord in mijn leven. Ik ben uit 66. Dat was altijd het verhaal. En dat heb ik ook altijd uitgedragen als arts. En ik ben in 2001 of 2002 gestart met hartrevalidatie in het Sint-Anna ziekenhuis. En dat geeft elk jaar zo'n 300 nieuwe intakes. En dan heb je het met mensen in hartrevalidatie over beïnvloedbare risicofactoren. Zoals jullie waarschijnlijk zullen weten. Dus stoppen met roken, genoeg bewegen, chronische stress proberen anders te managen. En natuurlijk gezond eten. En dan was het verhaal over gezond eten was altijd de richtlijn Goede Voeding, de schijf van 5. Maar tot mijn verbazing... zag ik daar nauwelijks of geen resultaat van bij de mensen bij wie je het juist zou willen zien. De mensen met overgewicht, de mensen met een te dikke buik, de mensen met diabetes 2. Dat zou heel goed met een betere voeding resultaat moeten opleveren. Maar in de praktijk was het er niet. En dat de verbazing ging in de loop van de jaren over in frustratie. Maar ik begreep het nooit. Want ik dacht dat het harde evidence was die achter onze richtlijnen zat. En ik ben er echt helemaal gefrustreerd over geraakt toen mijn eigen lijf verkeerd ging. Richting mijn 40ste kreeg ik als magere spriet, die altijd veel sportte en uitermate vetarm at volgens sportvoedingsrichtlijnen, begon ook een buikje te ontwikkelen. En nog vetarmer eten, dat kon niet, dat deed ik al maximaal. Minder eten heb ik geprobeerd, maar dat voelde helemaal niet goed bij het sporten. En ondertussen was het proces onbestuurbaar geworden. Richting mijn 45ste was ik gewoon veel te zwaar. Woog ik 101. Maar ik had ook een hoge bloeddruk inmiddels en prediabetes. En mijn hele cholesterolprofiel uit balans. Dus kerstvakantie 2014 was voor mij het moment om erin te duiken van waar komt dat verhaal van die richtlijnen Goede Voeding vandaan? Wanneer is dat erin gekomen? Waarom en hoe onderbouwd was dat dan? En de rest is geschiedenis. Dat bleek toch stiekem helemaal niet zo onderbouwd te zijn. Want ik ben inderdaad op dezelfde achtergronden en onderzoeken ingedoken. Want ik ben van 86 en ik heb ook mijn hele leven niks anders gehoord dan dat je verzadigd vet moet mijden. En voor mij klopte daar ook iets niet. Ik was niet ziek. Ik had geen klachten, maar ik was ook niet gezond. Ik had eczeem en migraine en ik had van allerlei, van die vage klachten. Dan ben je dus niet ziek, maar je bent ook niet gezond. En ergens begon het toen bij mij te kriebelen van dat moet toch beter kunnen. En op een hele andere manier ben ik eigenlijk inderdaad tot dezelfde inzichten gekomen als Hans over voeding. En je hebt in je eigen dorp nogal een revolutie ontketend. En daar zijn wij toen... ik had toen een onderneming in het nabijgelegen dorp. Ja. En een kookstudio. En daar zijn wij toen een beetje op aangehaakt om binnen die stijl van voeding kookworkshops en cursussen te verzorgen. Nou, zo te horen spreken jullie allebei wel echt uit persoonlijke ervaring. En ik kan me voorstellen dat jullie ook extra heeft gemotiveerd. En dat jullie daardoor uit eigen ervaring ook echt erachter kunnen staan wat jullie nu doen en wat jullie nu adviseren. En dan eventjes terugkomende op die gezonde leefstijl en gezonde voeding. Hans geeft zojuist al aan van in de loop der jaren zijn die inzichten behoorlijk veranderd. En die schijf van 5 en weinig vet, et cetera, waar we altijd zo aan vasthielden.
Ja, dat blijkt toch wel ietsje anders te liggen. Zouden jullie eventjes kunnen samenvatten voor de kijkers wat jullie nou verstaan onder een gezonde leefstijl en wat is volgens jullie nou gezonde voeding? Zal ik aftrappen. Gezonde leefstijl, dat is voor mij een leefstijl die in balans is voor wat betreft een aantal facetten. En daar hoort voldoende lichaamsbeweging bij, structureel voldoende beweging, dagelijks. Daar hoort gezonde voeding bij, maar daar hoort ook zingeving bij en een goed slaap-waakritme, bioritme, verbinding met de natuur en verbinding met je eigen sociale omgeving, met jezelf, maar ook met je familie en je naasten en je vrienden. Dat geheel hoort in een balans te zijn. Ja, en dat is voor mij goede leefstijl. Ik sluit me daar volledig bij aan. Wat dat betreft liggen wij redelijk op één lijn. Maar dan even inderdaad, dat is gezonde leefstijl. En dan heb je gezonde voeding. En gezonde voeding is eigenlijk heel simpel. Want we doen altijd alsof we heel veel verschillende meningen hebben daarover. En dat is een hele heftige discussie over wat nou wel en niet gezond is. Maar eigenlijk is er maar één gemeenschappelijke deler. En dat is de verbinding met de natuur, ook in je voeding. En dus geen pakjes en zakjes en zo min mogelijk bewerkte producten. Dat betekent dus automatisch ook minder koolhydraten, want ook geen beperkte koolhydraten meer. En nou komt een beetje de controverse, zeg maar. Dat verzadigde vetten toch wel heel erg belangrijk zijn, ook voor onze gezondheid. Ja, dat zijn toch denk ik wel hele nieuwe inzichten ten opzichte van wat waarschijnlijk veel van onze kijkers jarenlang hebben gehoord van hun arts of van hun, ook eventueel van hun cardioloog natuurlijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat heel anders denken is. Jullie hebben daar vast veel ervaring mee. Wij horen dat natuurlijk ook vaak terug van de donateurs. Mensen hebben altijd gehoord dat ze weinig, zo min mogelijk vet mogen eten. En nu krijgen ze het advies dat ze zeggen, nou, je mag zelfs met spek en eieren, mag je zelfs ontbijten. Gebruik vooral de roomboter. Hoe denken jullie daarover? Want het is toch het is een hele andere gedachtegang voor de mensen. Ja, als ik het samenvat, zeg maar, hè, wat Iris al zei, de verbinding met de natuur. Gezonde voeding is eigenlijk vooral zoveel mogelijk onbewerkte voeding, dus niet industrieel bewerkt. En dat betekent dat de vetten die er van nature in zitten, daar hoef je niet bang voor te zijn. En dat blijkt inmiddels ook uit voldoende data. En je ziet heel voorzichtig ook de officiële instanties richting die argumenten gaan. Hè. Het voedingscentrum propageert inmiddels ook al een aantal jaren dat de verzadigde vetten uit zuivel blijkbaar niet gevaarlijk zijn. Zelfs positieve effecten geven. Dus je ziet ze langzaam wel ook die richting opschuiven. Voor mijzelf, ik vind altijd heel mooi, zeg maar, de bewijzen uit het echte leven. Zoals bijvoorbeeld in Blue Zones. Sommige mensen zullen dat kennen, anderen misschien niet. Maar dat zijn gebiedjes op aarde waar mensen opvallend oud worden. En bovendien heel vitaal blijven tot het eind van hun leven. En als je dan kijkt naar de voedingspatronen daar, dan zie je best wel veel verschillende voedingspatronen. Dus het kan op veel manieren. Maar er is één grote overeenkomstige factor in al die Blue Zones. En dat is dat er geen voedingsindustrie tussen zit. Mensen zijn zelfvoorzienend. Hele jaar door van hun voeding. Dus ze eten van eigen bodem, van eigen dieren, rechtstreeks uit de natuur. En dat wordt niet industrieel, maar met eenvoudige huiselijke bewerkingen bereid tot gezonde voeding. En daar zitten ook vetten in en ook verzadigde vetten. Ja, dat is in ieder geval een duidelijk verhaal, denk ik, Hans. Dank je wel daarvoor. We gaan dadelijk natuurlijk ook door naar de vragen van de kijkers. Die kunnen ze dadelijk dus via de live chat stellen. Maar waar ik graag nog even naartoe terug wil, is naar wat ook het onderwerp is van dit webinar. Wat zijn voedingsvetten nou precies en wat is cholesterol? En vooral een belangrijke vraag, wat is de relatie daartussen? Voedingsvetten, dat zijn de vetten die in de voeding zitten. We delen voeding vaak op een manier in naar macronutriëntgroepen. Dus eiwitten, vetten, koolhydraten. En die vetten, dat zijn dan de voedingsvetten. Onder die voedingsvetten hoort ook cholesterol. Cholesterol is één van de voedingsvetten. Je hebt dan nog termen als verzadigd vet, enkelvoudig onverzadigd, meervoudig onverzadigd, transvetten. Dat zijn allemaal vetten zoals ze zich in voeding bevinden of kunnen bevinden.
En wat wij met cholesterol bedoelen, dat is vaak zeg maar de waarde van de cholesterolmetingen in ons bloed. En de relatie tussen die twee, die is eigenlijk bijna altijd 1-op-1 gelegd. Als je veel vet eet in de voeding, en vooral veel verzadigd vet, dan krijg je automatisch een hoog en slecht cholesterolprofiel. Nou, dat blijkt helemaal niet zo 1-op-1 met elkaar gerelateerd. En de volgende aanname is ook altijd geweest, als je hoog cholesterol hebt, dan heb je sterk verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. En ook die connectie is niet zo 1-op-1. Als ik gewoon kritisch kijk naar wat er in de hartrevalidatie langskomt, wat er dus bij de cardioloog vandaan wordt verwezen naar de hartrevalidatie, dan zie je eigenlijk net zoveel mensen die hoge cholesterolgetallen hadden van zichzelf, als mensen die lage cholesterolgetallen van zichzelf hadden. En die hebben toch allemaal datzelfde infarct gekregen. Dus de 1-op-1 relatie is niet zo duidelijk. Ja, en wat blijkt nou ook, dus dat is de... We hebben altijd een beetje naar totaal cholesterol gekeken en hoe hoog die waarde is. En wat er eigenlijk ook een beetje blijkt, en dat is zeker in relatie tot voeding, is dat je totaal cholesterol eigenlijk niet zo heel erg veel zegt over je gezondheid, maar dat het vooral heel erg belangrijk is wat nou die verhouding in cholesterol is. Dus de individuele waarde van de LDL en de HDL en de triglyceriden, dat die vooral iets zeggen over hoe gezond je nou daadwerkelijk bent. Ja. En die zal ik meteen nog een beetje verder toelichten. Want Iris die noemde meteen al een paar termen. HDL, LDL. Er is maar één soort cholesterol. Mensen denken er is goed cholesterol en er is slecht cholesterol. Maar er is maar één soort cholesterol. Met een bepaalde molecuulformule. Maar dat cholesterol dat wordt in ons lichaam vervoerd in verschillende soorten transporters. En die transporters, een aantal van die namen, die hoor je regelmatig. Dat is onder andere HDL, dat is onder andere LDL. Er zijn er nog meer, VLDL, IDL, en daar zijn allemaal nog onderverdelingen van. Zo ver zullen we er niet op ingaan. Maar met name die onderverdeling, die leert of er mogelijk gevaar is vanuit het lipideprofiel of niet. Dus daar zou je eigenlijk best wel goed op kunnen sturen. Als je iets zou willen weten hoef je alleen maar met voeding dingen aan te passen, moet je er misschien toch wel of niet medicatie bij gebruiken om dat lipideprofiel te beïnvloeden. Dat zou eigenlijk een soort wenselijke of ideale situatie zijn wat mij betreft, waarbij eigenlijk het hele cholesterolverhaal misschien wel, ik zeg het heel voorzichtig, veel te veel aandacht heeft gekregen. Ja, ik denk allereerst hartelijk dank voor jullie heldere uitleg. Ik denk ook dat het net zoals voor de patiënten, dat het voor artsen ook heel moeilijk is. Want het is natuurlijk een hele andere manier van denken. En ja, vroeger was het natuurlijk zo dat als het cholesterol wel aan de hoge kant was, dat er nogal snel een cholesterolverlager werd voorgeschreven. Terwijl het nu denk ik een hele andere manier van benadering is. En we zien zojuist hier een vraag binnenkomen van iemand. Hoe dat jullie er tegenover staan, tegenover de zogenaamde extreem lage cholesterolwaarden. Hans, je hebt dat ongetwijfeld ook meegekregen. Omdat er inderdaad toch nogal wat artsen zijn die inderdaad vasthouden aan die lage waarden van de cholesterol. Hoe denk je daarover? Ja, ik denk dat daar ook best wel nadelige kanten aan kunnen zitten. Hè. Er zijn inderdaad artsen die nastreven hoe lager hoe beter. Maar cholesterol is een uitermate belangrijke stof. Elke cel in ons lijf heeft cholesterol nodig. En bijna elke cel kan zelf ook cholesterol aanmaken en zal het ook doen als het niet aangeleverd wordt. Dus het is een extreem belangrijke stof. En de transporters, de HDL en de LDL en die andere die ik noemde, die hebben we nodig. De lever heeft die nodig om de natuurlijke vetcyclus in ons lijf te kunnen sturen. En de lever die doet dat niet om ons lijf ziek te maken, maar die doet dat op aanvraag van cellen en weefsels. Wat hebben ze nodig aan cholesterol en aan andere vetten? En dat produceert hij en dat brengt hij in via die transporters in de bloedbaan, zodat ons lijf van die spullen voorzien kan worden. Dus een bepaalde transporter volledig uitschakelen, en dan doe ik met name op het LDL, want daar grijpen de meeste cholesterolverlagende medicatie op aan. Als je die helemaal nul maakt, dan heeft onze lever een groot probleem om zijn normale vetcyclus te kunnen hanteren.
Ja, heldere uitleg, Hans. Dank je wel daarvoor. Ik zie ook een paar vragen binnenkomen van mensen die zich afvragen van nou, ik heb misschien een wat te hoge waarde. Of sommige mensen die hebben niet eens een te hoog cholesterol. Maar die zijn, ook de vraag van zojuist. Die vertelt dat ze een hartinfarct heeft gehad en dat ze daarom levenslang aan de medicijnen zou moeten. Aan de cholesterolverlagende medicijnen. En hier wordt de vraag gesteld. En ja, Iris, ik denk dat jij daar hele goede praktijkvoorbeelden van zult hebben. Dat mensen vragen op welke manier dat ze hun cholesterol zelf kunnen beïnvloeden. Afgezien van de medicijnen, maar bijvoorbeeld door middel van voeding. Hebben jullie daar goede tips voor? Ja, zeker. Nou, waar je ten eerste mee moet opletten, dat als je medicijnen slikt en je gaat een aanpassing doen in je voeding, dat je de boel dan goed in de gaten houdt. Want het kan dus ook zijn dat je dan juist bijvoorbeeld een te lage cholesterolwaarde krijgt, omdat bijvoorbeeld je cholesterolwaarde dalen door je voeding, maar ook door de cholesterolverlagers. Dus dat moet je echt, als je dus onder medische begeleiding bent, vooral ook echt heel goed in de gaten houden. En wat vooral heel erg goed werkt, is te beginnen bij het schrappen van een groot deel van de bewerkte producten die je eet. En dan heb ik het vooral over de bewerkte koolhydraten, die waar we in het Westen allemaal ook zo dol op zijn. Vorige keer in het webinar over koolhydraatarm eten stuitte die ook op nogal wat weerstand. En hier komt het lijstje, dat is namelijk brood, pasta, rijst en aardappelen, even globaal. Er zijn natuurlijk nog wel wat andere bewerkte bronnen van koolhydraten. En dan suiker. En dan heb ik het vooral over de, zeg maar, chemisch gemaakte suiker. Dan heb ik het niet over de van nature in fruit aanwezige suikers. Maar dus echt vooral al die toegevoegde suiker en al die bewerkte koolhydraten, om die eens een keer te gaan verminderen. En dan gelijktijdig een klein beetje je inname van vet. En dan dus de onbewerkte plantaardige vetten. Dus olijfolie en notenolieën. Om die dan toe te gaan voegen in combinatie met natuurlijke bronnen van verzadigd vet. En dan dus gewoon te gaan kijken, wat gebeurt er? En dan gewoon ook goed de vinger aan de pols te houden van, hey, wat voor invloed heeft dit nou op mijn lichaam? Inderdaad, als je onder medische begeleiding staat, dat dus goed te ondersteunen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk voor de meeste mensen eigenlijk zonder uitzondering wel de weg is. Ja. Misschien een onverwachte, als ik mag aanvullen. Zeg maar het eten van vetten heeft minder invloed op je cholesterolwaarde dan het eten van koolhydraat. Dus de verandering in koolhydraatlood, dat doet meer dan het veranderen in vetten. En dat klinkt heel raar, maar dat heeft ermee te maken dat koolhydraten, suiker en zetmeel, dat als je kijkt naar de functies die het in onze biologie kan invullen, dat is eigenlijk een pure brandstof. Ons lijf kan daar niets anders mee dan oftewel direct verstoken, maar daarvoor moet je wel in beweging zijn, oftewel opslaan als energie. En de opslag van de koolhydraatvormen, glycogeen in lever en spier, is maar een heel klein opslagtankje in ons lijf. Maximaal 500 gram voor een grote gespierde atleet, zullen we maar zeggen. Als je meer koolhydraten binnenkrijgt dan dat je kunt verbranden en in die glycogeenopslag kwijt kunt, dan rest er eigenlijk maar één lot. En dat is dat de lever die moet die suiker, glucose, fructose moleculen verwerken. En die kan er maar één ding mee. Die kan er alleen maar vetten van maken. En alle vetten die de lever moet bouwen uit overgebleven koolhydraten, dat zijn verzadigde vetten. Triglyceriden. En die meten we dus in het bloed, in die transporters, LDL. Dus het eten van te veel koolhydraten, dat levert vooral een te hoog triglyceride, te hoog LDL getal op. En niet zozeer het eten van vet. En dat is dus de vet in je lichaam en in dit geval dus niet de voedingsvet. Ja. Dat is de verwarring die we denk ik gemaakt hebben. Ja. Dus juist het overschot aan koolhydraten in de voeding, meer dan je als brandstof kwijt kunt, dat leidt tot een verstoring van onze natuurlijke vetcyclus van de lever. Die raakt overbelast, omdat de lever al die overgebleven koolhydraten moet opbouwen tot vetten. Hij kan niet anders. Nou, ik denk dat dat in ieder geval ook een heldere uitleg was van jullie. Dank jullie wel allebei. Ik hoop ook dat de kijkers daar in ieder geval toch al wat concrete tips uit hebben kunnen halen. Wat eventjes een leuke aanvulling is op wat Iris zojuist vertelde. Want Iris heeft al diverse keren webinars gegeven met ons. Samen met Donna, mijn collega.
En koolhydraatarm eten staat bij ons toch wel centraal tijdens eerdere webinars die we hebben gegeven. En wat het leuke daarvan is dat het altijd in eerste instantie bestaat het uit een informatief gedeelte. Dus inderdaad ook het vraag-antwoord gedeelte. En de tweede helft van de webinar geeft Iris dan een kookworkshop. En zo hebben we al diverse koolhydraatarme gerechten hebben we bereid samen met de kijkers. Toevallig enkele weken geleden hebben we nog samen keto nasi gemaakt. En zo hebben we toch al een aantal gerechten samen bereid. Dus voor degene die nieuw is bij ons en die voor de eerste keer een webinar volgt. Ik zou zeggen, zoek eventjes op YouTube, zoek ons eventjes op, Hartpatiënt in Nederland. En dan vindt u diverse webinars terug. Er staat ook het recept bij en alle ingrediënten. En dat is denk ik heel leuk om terug te kijken. Iris en Hans, ik zie hier al enkele keren de vragen binnenkomen naar aanleiding van jullie uitleg zojuist. Wat hanteren jullie nu, of dat is denk ik vooral een vraag aan Hans ook, wat is een te laag cholesterol? Hoe sta jij daar zelf in als sportarts? Ja, een te laag cholesterol, daar kan ik geen harde cijfers over vinden. Op die manier is er eigenlijk nooit echt onderzoek gedaan. Ik hanteer zelf vooral als mensen heel veel bijwerking hebben en ondanks dat ze verder een goed eetpatroon hebben, toch allerlei vermoeidheidsklachten en spierklachten blijven houden, eigenlijk niet goed kunnen functioneren. En ze zitten in hele lage getallen, hè, dus een totaal cholesterol van lager dan 3 en een LDL-cholesterol wat onder de 1 zit of zo. Dan doe ik in ieder geval altijd de suggestie aan de cardioloog of de vaatinternist van zullen we eens op proef de cholesterolmedicatie staken en eens kijken wat dat doet op ten eerste de klachten en de symptomen en ten tweede op de bloedwaarde. En als je dan opnieuw prikt zonder de statines, zonder de cholesterolverlagers en dan een goede beoordeling doet van dat onderlinge verhoudingen van is het wel een gevaarlijk profiel of niet. En als het niet zo is, dan mensen gaan veel beter zonder de statines, dan is het voor mij wel duidelijk wat de keuze zou moeten zijn. Ja, ik denk dat dat een heel goed punt is, ook wat jij aangeeft, Hans. En Iris vertelde dat straks ook al eventjes, dat het inderdaad ook wel heel verstandig is om het in overleg te doen. Dus inderdaad niet dat mensen denken van, dat koolhydraatarm eten, daar ga ik me volledig op storten en ik ga op eigen initiatief stoppen met de medicijnen. Ik denk wel dat dat inderdaad ook een goed advies is aan de kijker, om dat niet zomaar op eigen houtje te doen. Maar juist inderdaad in samenspraak. Ik zie ook al enkele keren de vraag voorbij komen dat mensen zeggen van in hoeverre heeft het zin om koolhydraten te verminderen? Heeft dat ook effect op cholesterol? Of is het dan echt zo dat je dat je echt koolhydraatbeperkt moet eten? Hoe denken jullie daarover? Zal ik aftrappen? Vul maar aan als ik iets vergeet. Ik vind het vooral belangrijk dat mensen het niet als een simpel trucje doen. He, je ziet, het staat behoorlijk in de belangstelling. Het wordt een beetje modieus. Een hype misschien wel, wordt het door sommigen genoemd. Koolhydraatarm eten of ketogeen eten. Maar je kan alle varianten van voedingspatronen kun je super gezond en super ongezond doen. Je kan ook super ongezond koolhydraatarm eten. Dus het gaat er niet om dat als de koolhydraten maar laag zijn. Het gaat erom dat je je lijf voedt. De bestanddelen levert die het lichaam nodig heeft. De bouwstenen, de eiwitten, de goede voedingsvetten, de gezonde stofjes, de vitamines, mineralen, essentiële aminozuren en essentiële vetzuren, wat ons lijf niet zelf kan maken. Dat moet voeding leveren. Dus dat moet in orde zijn. En als je dat op basis van real food doet, en je kiest de bronnen die bouwstenen leveren, dan zit je automatisch al in een gematigde koolhydraatbeperking. En dan kun je nog eens gaan fine-tunen afhankelijk van de persoon die je voor je hebt. Van moet dat strikter of hoeft dat niet? Misschien een beetje een uitgebreid antwoord. Maar de take-home message is, doe het niet als een simpel trucje. Als er maar weinig koolhydraten in zit, is het goed. Probeer vooral het op basis van real food te doen. Onbewerkt eten met de koolhydraatbronnen die daarin zitten. De gezonde bronnen, vezelrijke groenten, knol, bol, wortelgewassen, prima. Ja, en ook dat... Ik adviseer dat ook mensen die bijvoorbeeld mijn cursus koolhydraatarm koken volgen. Ik heb namelijk geen berekening van de koolhydraatwaarde in mijn gerecht. En ik krijg daar nogal wat vragen over. Mijn advies is namelijk ook om je niet blind te staren op cijfertjes. Als je producten uit de natuur eet, dan heeft een zomerbiet andere koolhydraatwaarde dan een bosbiet.
En afhankelijk van hoe die gekweekt is, is dat ook weer verschillend. De ene tijd van het jaar heeft hij meer water en de andere periode heeft het bijvoorbeeld heel veel geregend en heeft dat ook weer invloed op uiteindelijk alles wat er ook aan voedingswaarde in die plant zit. Dus een koolhydraatje meer of minder, dat is uiteindelijk dus niet het punt. En daar hoef je dus ook niet op blind te staren, maar zolang je inderdaad gewoon die goede basis creëert, zoals Hans net toelichtte, dan zit je al goed. Ja, ja, ik denk dat dat in ieder geval wel een helder verhaal is en ik hoop dat mensen daar ook in ieder geval alvast wat handvaten aan kunnen hebben. Ik krijg zojuist ook de vraag, zie ik hier in de chatfunctie staan, van degene die ook net de vraag stelde. Die vertelt van ja, mijn 8 staat daar niet voor open, want die zegt dat het onder de 1,8 moet zijn. En die staat er dus niet voor open dat het eventueel wat hoger mag zijn. Hier worden ook diverse vragen gesteld van waar zou ik dan eventueel terecht kunnen als mijn 8 daar niet voor open staat. Hans, heb jij daar een antwoord op? Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik heb natuurlijk ook een aantal collega's die daar zo over denken. Die zijn heilig overtuigd van die getalletjes die in de richtlijnen worden uitgevaardigd. Soms is er in dezelfde vakgroep of dezelfde maatschap een collega die daar wat liberaler in is. Dat zou kunnen. Maar ook in mijn eigen ziekenhuis heb ik die verschillen, zowel bij de cardiologen als bij de internisten. Sommigen die blijven daar toch heel standvastig in. En die vinden het niks. En anderen worden daar wat liberaler en die bewegen mee en die zijn bereid mee te kijken van hoe gaat het met de symptomen en de klachten van die patiënt. Willen ook op een andere manier monitoren hoe het goed gaat. Want wat je eigenlijk wil weten, is niet zozeer wat is dat cholesterolgetalletje, maar eigenlijk wil je weten hoe is de kwaliteit van de vaten. En gaat die beter of slechter in de loop van de tijd? En dat cholesterolprofiel is eigenlijk maar een indirecte marker om daar hopelijk iets van te kunnen zeggen, maar dat heeft best wel beperkte waarde. Ja, en het kan ook heel moeilijk zijn, hè? Want dit is natuurlijk een heel praktisch probleem. En je kan daardoor het gevoel krijgen dat je een beetje van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ja. En wat je zou kunnen doen, er zijn een aantal artsen, leefstijldeskundigen die ook medisch onderlegd zijn. Die zitten door het hele land. Ik ken er wel een aantal. Nou ja, eentje zit hier naast mij. maar je zou eens een keer gewoon daar om een second opinion kunnen vragen. En dus gewoon kijken van, want als je het gevoel hebt dat er iets voor jezelf niet klopt, ga dan altijd verder kijken. Want uiteindelijk is je eigen lichaam voor alles een graadmeter. Ze hebben een beetje afgeleerd om te vertrouwen op ons lichaam. En ons lichaam is super wijs namelijk. En eigenlijk weet hij ons, als je goed luistert, altijd precies te vertellen wat je moet doen. Alleen, ja, dan moet je dus wel luisteren. Ja, dat zijn inderdaad goede aanvullingen van jullie, denk ik. Ik wil zelf nog eventjes een aanvulling doen. Wellicht ook een bekende naam, tenminste voor de donateurs van ons. Die hebben hem regelmatig terug zien komen in ons magazine, het HPNL-magazine. Dat is namelijk de cardioloog Leonard Hofstra. Die zit in Utrecht gevestigd bij het Cardiologiecentrum Nederland. En ja, die is inderdaad ook heel erg gericht op leefstijl. En er zijn regelmatig mensen die bij ons aankloppen, donateurs die inderdaad ook niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en die zich juist willen toeleggen op een gezondere leefstijl. En daar kunnen wij inderdaad ook de bemiddelen wat betreft een second opinion eventueel naar Leonard Hofstra. Dus mocht iemand daar behoefte aan hebben, mijn collega's Isabel en Donna zullen eventjes wat gegevens in de chat zetten. Dan kunt u eventueel contact met ons opnemen. Dus dan kunnen wij daar eventueel ook in meedenken. Ik zie ook nog een vraag hier voorbij komen, Iris. Die is denk ik wel interessant voor jou. Ook omdat jij toevallig in het nieuwe magazine van ons heb jij een artikel geschreven. De zin en onzin van supplementen. En ik lees hier een vraag van Gepke. Die vraagt, kan rode gistreis statines vervangen? Ik weet daar eerlijk gezegd geen antwoord op. Weet jij misschien? Ik kan er wel iets over zeggen. In rode gistreis daar zit een stofje die ook dezelfde werkzame stof is als van sommige statines. Bij sommige mensen werkt het bijna net zo goed en bij anderen niet. Het is een supplement. Dat betekent ook dat, en dat is waar de meeste dokters dan een bezwaar op hebben, dat je niet goed weet wat de effectieve dosering is van het werkzame stofje. Ik denk dat het niet heel erg veel kwaad kan als je iemand bent die veel bijwerkingen heeft van statines. En
zou willen proberen of de rode gistreist werkt, dan zou je dat kunnen overleggen met je arts. Hè? Want, kijk, het is zo, als je cholesterolverlagende medicatie stopt, dan levert dat niet meteen acuut gevaar op. Het is niet zo dat je dan daardoor de dag daarna omvalt of zo. Dus het is heel gebruikelijk als mensen veel bijwerking hebben om een D-challenge te doen, zoals dat dan genoemd wordt. Een 3 of 4 weken stoppen met de medicatie en kijken of het beter gaat met minder bijwerking. In die periode zou je prima zo'n rode gistproduct kunnen uitproberen. Ja, en ook als je heel veel bijwerkingen ervaart van statines, dat schreef ik ook inderdaad in het Hartbrug Magazine, dan zou je eens kunnen experimenteren met wat vitamine D voor je kan doen. Want ook vitamine D staat erom bekend dat de bijwerkingen van statines kan verminderen. Ja. Maar eigenlijk is dat met al dit soort dingen, dat moet je een beetje proefondervindelijk gaan ervaren hoe dat werkt. Ja. Het is niet zo dat één richtlijn is en dat voor iedereen werkt. Nee. Ik denk dat dat ook een beetje de kern is van waar we in de medische wereld misschien af en toe de mist in gaan. Is dat we denken dat er één pasklare oplossing is die voor iedereen werkt. En dat is niet zo, want we zijn nou eenmaal allemaal anders. Ja. En dan wil ik er nog eentje noemen. Als je dan toch hebt over supplementen die eventueel of bijwerkingen kunnen ondervangen of de statines vervangen. Vitamine D3 in een adequate dosering. 25, 50 microgram per dag, adviseer ik meestal. En de andere is coenzym Q10. Statines die verlagen onze eigen natuurlijke coenzym Q10, wat nodig is in spiercellen om soepel weer te kunnen ontspannen na een samentrekking. En dat coenzym Q10, dat kun je dan ook als een supplement extra nemen om te zien of je daar minder bijwerkingen van ondervindt van de statines. Oké, okay, duidelijk verhaal. Dank jullie wel weer allebei. Ik zie hier ook een vraag voorbij komen in de chat van Arjen. Die stelt de vraag, is er wel een verband aangetoond van cholesterolgehalte in het bloed en het dichtslibben van de vaten? Ja, eigenlijk dus niet zo één op één als dat altijd werd en wordt aangenomen. Dat is de cholesterol-harthypothese, zoals dat genoemd wordt. In een tweetrapsraket, zei ik in het begin van dit webinar al. De eerste trap is dat aangenomen wordt dat het eten van veel verzadigd vet leidt tot ongunstige cholesterolwaarden. En trap 2 is dat die ongunstige cholesterolwaarden leiden tot vaatproblemen. En beide trappen zijn niet zo één op één kausaal, oorzakelijk bewezen. Kijk, er is wel een probleem met, bij zieke vaten vind je veel vet en veel cholesterolophoping in de wand. Maar waarschijnlijk hebben we daar een verkeerde conclusie aan verbonden. Namelijk dat cholesterol en die verzadigde vetten die je in die vaatwanden ziet, dat rechtstreeks uit de voedingsvetten afkomstig is. En zo langzamerhand wordt duidelijker dat waarschijnlijk die vetten, die verzadigde vetten en de cholesterol in de vaatwand, daar ophopen vanwege wat ik zei, dat de natuurlijke vetcyclus van de lever wordt overbelast door de te grote hoeveelheid koolhydraten die mensen binnenkrijgen, die de lever wel moet ombouwen naar vetten. En dat zijn allemaal verzadigde vetten. En dat leidt tot veel meer LDL-transporters in je bloedbaan. En die kunnen niet op tijd weggevangen worden door de lever. Dus die gaan zich ophopen in vaten. Ja, dat is een heldere uitleg. Dankjewel weer, Hans. Iris, ik heb eventjes een vraagje. Tenminste, ik denk dat jij je wel een mooi antwoord op kunt geven. We krijgen ook de vraag hoe het zit met vlees. En wat is dan het beste? Is het dan vetvlees of is het dan kip? Of wat zijn jouw adviezen daarin? Nou ja, zoals we net al aangeven, dat je dus niet bang hoeft te zijn voor vetten uit de natuur. Daar valt vlees tot op zekere hoogte ook onder. Maar het meeste vlees wat wij eten en consumeren komt uit de bio-industrie. Dus als je met vlees een goede keuze wil maken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor grasgevoerd vlees. Dat is al een stuk beter dan graangevoerd vlees. Er zijn heel veel koks die hier met mij discussie over voeren, waaronder mijn partner. Die zegt, ja, maar graangevoerd vlees is superieur, want dat heeft een betere marmering en een betere structuur. Maar voor onze gezondheid is graangevoerd vlees minder goed. Want... Ik ben net benoemd dat granen
de koolhydraten in de vorm van granen minder gezond zijn. En je moet je ook bedenken dat hetgeen het dier eet, jij tot op zekere hoogte natuurlijk ook binnenkrijgt. Dus let daarop. En over het algemeen kun je dus heel goed grasgevoerd vlees eten of biologisch. En probeer daarin gewoon een zo goed mogelijke keuze te maken. En we hebben lang niet zoveel vlees nodig als dat we altijd hebben gedacht. Dat wij zo'n lap vlees moeten hebben en zo'n klein beetje groente per dag, dat is ook een aparte gedachte. In feite kun je met kleinere hoeveelheden kwalitatief vlees al veel verder komen dan met een hele grote biefstuk. Sorry, mannen. Ja, dan zou je natuurlijk ook de keuze kunnen maken dat je inderdaad beter een kleiner stukje vlees eet van goede kwaliteit. Dus inderdaad daadwerkelijk bij de boerderij bijvoorbeeld gehaald. Dan inderdaad de bekende kiloknallers van de supermarkt. Want dat is natuurlijk ook een essentieel verschil, denk ik zo. Absoluut, ja. Kijk, wij gaan heel zoals wij met onze eigen gezondheid, voedingstechnisch een beetje raar omgaan vanuit de voedingsindustrie. Zo gaan we ook heel raar met beesten om. Er is in de natuur geen enkel rund of herkauwer die granen eet. Die eten grassen en kruiden. En wij zetten die beesten op stal en geven ze granenspul en dan zeggen we dat is krachtvoer. En die beesten zijn chronisch aan de diarree van die blubberpoep. Beesten, runderen die in de natuur rondlopen hebben helemaal niet die diarree. Die hebben vezelige drollen zoals het hoort. Dus je ziet dat door hoe wij ze te eten geven, dat die beesten ook een andere kwaliteit van leven hebben en hun producten ook anders zijn. Dus ja. Inderdaad helemaal eens, recht uit de natuur of biologisch grasgevoerd. Dat is een heel ander stukje vlees dan uit de industrielandbouw. Ja, en dat proef je er natuurlijk ook aan. Want het smaakt natuurlijk toch ook heel anders dan het vlees wat je uit de supermarkt eet. Ja. Ja, en wat ik zelf altijd doe, en dat kan ik ook echt aanraden. Het zijn ook echt fantastische mensen. Ik hou mijn vlees altijd bij de woeste grond. En dat zijn runderen die in Groningen, die lopen ook vrij. En natuurvlees, dus het is echt grasgevoerd natuurvlees. Er is niet mee gerommeld en daar kun je dus ook met een gerust hart goed vlees bestellen. Ja, dat is een goede aanvullende tip, Iris, dankjewel. We krijgen ook een vraag van Ingrid, een van de kijkers. Die vraagt zich af hoe dat je weet hoe dat het gaat met je vaten en wat voor onderzoeken dat er eventueel voor zijn. Wat bij de cardioloog nog altijd de gouden standaard is, is natuurlijk als ze katheterisatie doen. Maar dat is nogal invasief onderzoek. En wat ook heel goed kan, is een CT van kransslagaders met een kalkscore. Dat zijn goede indicatieve onderzoeken om te zien hoe de vaatkwaliteit en de voorstaat en de mate van verkalking is. Ja. Nou, dat is een goede tip in ieder geval. Dankjewel. Ik hoop dat Ingrid daar in ieder geval voldoende informatie aan heeft. Ik zie tussendoor ook iets binnenkomen van de persoon genaamd F. En die vertelt dat hij of zij veel heeft gehad aan het boek De Cholesterolmythe van Daan de Wit. Voor degenen die ons al langer volgen, we hebben enkele maanden geleden toevallig ook een webinar gegeven met Daan de Wit. En in de toekomst gaan we dat weer een keertje doen. En die heeft inderdaad een boek geschreven, De Cholesterolmythe. Ik zie dat mijn collega Aysegul ook de link heeft gedeeld in de chat. Dat kan voor veel mensen inderdaad zeer verhelderend zijn. Dus dat is denk ik een heel goed advies voor de mensen die daar die dan meer over willen weten. Ik weet niet of jullie ermee bekend zijn, Hans en Iris. Maar het is in ieder geval zeker een goede tip. Zeker een aanrader om een keertje te lezen. Ja, ik heb het boek zelf niet gelezen. Ik ken Daan de Wit wel. Ik vermoed dat daar vrijwel hetzelfde verhaal in staat als wat ik net vertelde. Ja, klopt. Dat is inderdaad een aanvulling, denk ik. En dan inderdaad alles natuurlijk heel uitgebreid beschreven. Want het is een heel boek, dus het is inderdaad nog wat uitvoeriger natuurlijk dan dat wij in dit uur kunnen bespreken. We hadden ook nog van tevoren een vraag gekregen van een van onze trouwe donateurs. Die had een vraag ingestuurd en ik denk dat jij daar een mooi antwoord op kunt geven, Hans. Die vroeg zich namelijk af welke voeding dat het beste past bij hartritmefibrilleren. En dan heeft hij het over de linkerboezem. En diezelfde vraag geldt dan ook in combinatie met een verminderde hartpompcapaciteit van 35%. Zou je daar een beetje een eenduidig antwoord op kunnen geven? Ja, in basis... Eigenlijk het verhaal wat we het hele uur al aan het doen zijn. Dus de basis
zoveel mogelijk echte voeding onbewerkt, niet industrieel bewerkt. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. En dan specifiek voor atriumfibrilleren zou je nog kunnen bedenken dat alles wat het adrenerge systeem triggert, prikkelt, hè, dus hoge dosis cafeïne, dat soort dingen, dat is dan waarschijnlijk minder handig. Of daar echt evidence over is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het is iets wat ik zo kan bedenken. En hartfalen, dat is nog misschien wel een hele interessante en een beetje controversiële, maar ik zelf geloof daar zeker in. Hartfalen, dan heb je dus een probleem met je hartspierpompfunctie. En dus de hartspiercellen hebben het moeilijker. En eigenlijk is de optimale brandstof voor een hartspiercel is het mengsel van vetzuren en ketonlichamen. En dat zou betekenen, en ik heb daar nog nooit goed onderzoek over gezien, maar theoretisch klopt dat verhaal wel, dat je als je dan real food, low carb gaat fine-tunen tot een ketogeen voedingspatroon, waarbij je eigenlijk je lijf laat functioneren op een brandstofmengsel van vetzuren en ketonlichamen, dat zeker voor hartspiercellen wat zou kunnen doen. Oké, okay, ja, duidelijk verhaal. Ja, en ik heb zelf 3 jaar strikt ketogeen gegeten. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik het zo lang heb volgehouden. En dat doet sowieso heel erg veel met je lichaam en met je systeem. Het is echt een totale reset. Want er wordt geloofd dat wij vroeger, dat wij eigenlijk een groot deel van de tijd voordat wij supermarkten en dat soort dingen hadden, en voordat we landbouw hadden zelfs, dat wij het grootste deel van het jaar eigenlijk in ketose leefden. Ja. Baby's worden zelfs in ketose geboren. Het is eigenlijk een natuurlijke staat van het lichaam die we vergeten zijn. Ja, ja, dat is in de loop der jaren toch behoorlijk veranderd als je er zo bij nadenkt. Ik heb hier nog een vraagje wat binnen is gekomen. En Iris, ik weet zeker dat jij die perfect kunt beantwoorden. Ellie, die vraagt namelijk: waarom noemen jullie aardappelen bij de bewerkte koolhydraten? Dit is toch een natuurlijk onbewerkt product? Ja, aardappelen zijn een van de soorten die net als tarwe heel erg ver weg zijn van wat het oorspronkelijke product was. En we hebben bijvoorbeeld tarwe zijn we heel ver door gaan bewerken. Dus tarwe van vroeger waren vrij kleine plantjes en waren oorgranen. Daar aten we dan het hele graan van. En tegenwoordig zijn het megaplanten die allemaal bedoeld zijn om de opbrengst te verhogen. Om eigenlijk vooral heel veel foefjes die goed zijn voor de portemonnee van de producent en de hele keten. Behalve voor de eindgebruiker. En datzelfde geldt een beetje voor aardappels. Ja, als je de aardappelrassen van 50, 60 jaar geleden onderzocht onder de microscoop, dan zag je zeg maar zetmeelkorrels en daartussenin vezels en tussenstof. En die aardappelrassen, de moderne aardappelrassen, zijn op verschillende manieren doorgecultiveerd. Eén, dat ze beter tegen ziektebestand zijn, maar twee, ook op zetmeelinhoud. Dus moderne aardappelrassen, daar zie je onder de microscoop zetmeelkorrel tegen zetmeelkorrel, en er zit nauwelijks nog vezel en tussenstof in. Dus het snel beschikbare koolhydraatgehalte is enorm toegenomen. En dat betekent dat je bloedsuikerspiegelrespons daar veel heftiger op is. Ja, want juist ook vezels, voedingsvezels, die kunnen ook de bloedsuikerrespons drukken. Ja. Maar voedingsvezels zijn ook heel erg belangrijk voor het goed functioneren van onze darmen. En onze darmen daar, die blijken ook waanzinnig belangrijk zijn. Een belangrijke graadmeter te zijn voor het algehele functioneren van onze hele gezondheid. Iets wat we wat een beetje een pionierveld is. Er is nog relatief weinig onderzoek in gedaan. Maar onze darmen, daar huist onder andere ons immuunsysteem. Iets waar we het afgelopen jaar iets te weinig over gehoord hebben, als je het mij vraagt. Afgelopen 1,5 jaar. Ja. En ons immuunsysteem is natuurlijk ook de graadmeter voor onze gezondheid. Ja, ik zie hier iets leuks binnenkomen van Carina. En ik denk, Iris, dat jij daar goed op kunt inhaken. Zeker omdat ik goed heb opgelet bij alle webinars die jij eerder met ons hebt gegeven. Jij hebt het namelijk ook vaak, ook in de artikelen in ons magazine, over variatie in je voeding.
En Carina die vertelt dat ze workshops geeft op het gebied van een gezonde leefstijl. En dat ze in grote lijnen ook de adviezen opvolgen zoals jullie die geven. En zij zegt ook, zorg voor voldoende variatie, zodat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt. En ze vraagt zich af hoe jullie dat zien. Ja, helemaal eens. Ja, helemaal eens. Ik kan er niks tegen inbrengen. Ik heb zelfs in een vorige hartpatiënt, Hartbrug magazine. En ook in de nieuwsbrief is een artikel gedeeld over kleur bekennen. Alle kleuren van de voeding, van je voeding, en dan vooral heb ik het even over kleuren, groente en fruit, bevatten specifieke stoffen. Dus op het moment dat je dus veel varieert en vooral ook heel veel kleuren in je eten aanbrengt en veel verschillende kleuren eet, dan krijg je dus een compleet profiel van alle voedingsstoffen binnen. Ja, dat is denk ik een goede tip. Dan kan ik daar eventjes op inhaken, Iris. Want jij schrijft inderdaad natuurlijk al langer artikelen voor ons magazine. En in elk magazine weer verblijd jij ons met een heel mooi artikel. Wat ook veel tips geeft aan de mensen, aan de lezers. En je deelt ook altijd heerlijke recepten met ons. En in de vorige uitgave, dat was een extra dikke uitgave die naar onze donateurs is verstuurd, staat er zelfs een hele receptenbundel. Dus die zal ik heel even laten zien aan de kijkers thuis. Dit is in ieder geval het magazine. En daar hebben we geopend met het... daar zien jullie Iris ook meteen op de foto. Als jullie het zo kunnen zien. Dat zijn namelijk een hele hoop recepten en tips. Waarin ook het artikel staat over kleur bekennen inderdaad. Waar Iris het over heeft. En mochten jullie daar interesse in hebben, dan zal mijn collega dat eventjes delen in de chat. Dan kunt u altijd namelijk een proefexemplaar opvragen bij ons. En donateurs van onze stichting, dat zal As You Will of Donna zal dat ook eventjes delen. Die krijgen namelijk dit magazine ook automatisch elke 2 maanden thuis gestuurd. En in diezelfde uitgave waar ik het zojuist over had, daar staat ook een heel leuk interview met Hans in. Waarin dat hij inderdaad ook vertelt wie hij is, wat hij doet en vooral ook de motivatie waarom dat hij het doet. Dus dat is wel een leuke tip, denk ik, voor de kijkers. Iris en Hans, ik weet niet of dat jullie verder nog, of dat jullie zelf ook specifieke onderwerpen hadden waarvan jullie denken van dat is misschien interessant en leerzaam voor de kijkers. Een onderwerp dat jullie willen aankaarten. Nou, ik zag net in mijn ogen iets, ik heb best goede ogen en ik zag nog een vraag voorbij komen die ik wel leuk vind om even te beantwoorden. Want toen hadden we het over vlees en toen vroeg iemand, en hoe zit het dan met geen vlees? En zoals Hans net al zei, er zijn goede en slechte manieren binnen elk voedingspatroon. En je kunt op een hele gezonde, verantwoorde manier heel erg lekker plantaardig vegetarisch eten. En je kan ook alleen maar met kant-en-klaar producten en al die hippe nieuwe vega producten vegetarisch eten. En dat is misschien lekker, maar het is niet per se goed voor je gezondheid. En dan 1 ding om te benoemen waar je met vegetarisch plantaardig eten op moet letten, is dat je niet te veel soja binnenkrijgt. En als je soja eet, dat je het uit biologische bronnen eet. Liefst ook niet te ver hier vandaan, vanuit duurzaamheidsredenen. En heel belangrijk dat je dus dan wel langzame, volwaardige koolhydraatbronnen eet. En ook even voor de beeldvorming, je noemde net al knolgroenten. Maar ook peulvruchten zijn bijvoorbeeld een hele goede, gezonde aanvulling van een voedingspatroon. En denk ook aan zaadjes. Zoals amarant, boekweit, quinoa. Dat zijn ook allemaal natuurlijke bronnen van goede langzame koolhydraten. Ja. Die je ook echt aan je voeding kan toevoegen. En zeker als je nog in een soort van overgangsfase zit. Dus je bent iets aan het wisselen. Nou, dan helpt het om ook een beetje herkenning te houden. Dus dan vervang je bijvoorbeeld een keer je rijst door quinoa. Of door bloemkoolrijst. Dus, en op die manier maak je het voor jezelf makkelijker om zo'n switch te maken. Ja, dat zijn nog goede concrete tips. Iris, ter aanvulling, dankjewel. Ik lees er ook toch een paar vragen. Want ja, Nederlanders zijn nou eenmaal toch echte aardappeleters. En aardappelen die liggen natuurlijk heel moeilijk in een koolhydraatarm dieet. Maar ik zie hier diverse vragen, waaronder Nanny. Nanny die vraagt, is er ook een aardappelsoort die beter is dan een gemiddelde aardappel? En ik zie ook nog een vraag, even kijken, welk aardappelras heden ten dagen nog geteeld komt overeen met de kwaliteit van die van 50 jaar geleden? Iris, kun jij hier nog iets over zeggen wat betreft de aardappelen? Ja, waar we in heel veel andere voedingsmiddelen wel deze trend zien, dat we bijvoorbeeld, we zien een beetje de comeback van de oergranen.
Dus speld was heel erg een dingetje. Nou, dat begint nu al een klein beetje tarwe achterna te gaan vanwege de populariteit. Maar heel veel oergranen uit bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld brood van zuurdesem is heel erg geschikt. Maar helaas zijn er nog niet heel erg veel aardappelrassen beschikbaar die die eigenschappen hebben. Ja, ik weet eerlijk gezegd de namen niet uit mijn hoofd. Ik zou dat nou moeten zoeken. Ja. Dat is vast te vinden. Want er zijn er nog wel. Maar ik kan het zo niet opleveren. Ja. Misschien is het een goed idee voor de mensen die daar specifieke vragen over hebben. Mijn collega's zullen heel even ook nogmaals het mailadres typen in de chatfunctie. Dan kunnen jullie die vraag eventueel naar ons mailen. Dan kunnen wij dan nog eventjes met Hans kort sluiten en dat we daar nog eventjes op terugkomen. Ik zie hier ook nog een vraag van Sophie. Die stelt ze zojuist. Bij haar is vastgesteld dat haar lichaam totaal verkeerd reageert op chemische medicijnen. Waardoor dat zij eigenlijk hele moed vinden met natuurlijke producten. En zij stelt de vraag, en Iris, dat is ook het onderwerp waarover jij in ons nieuwe magazine hebt geschreven. Of dat er nog andere tips zijn voor goede aanvullende voedingssupplementen? Ja, dat schreef ik ook in het magazine. Hè. Dat moet je naar je eigen persoonlijke situatie inrichten. Maar er zijn er in ieder geval wel een paar die dus voor iedereen belangrijk zijn. Ik noemde vitamine D al in relaties tot statines. Maar eigenlijk voor iedereen in de maanden waar de R in zit, ga alsjeblieft vitamine D3 slikken. Dat kan je in de vorm van druppeltjes, maar ook in een supplement. Het is gewoon heel belangrijk. Wij maken onvoldoende vitamine D uit zonlicht aan in die maanden, want de zonkracht is niet hoog genoeg. En er is net iedereen die zegt, je kan dat uit voeding halen. Dat klopt niet helemaal, want er zit gewoon te weinig vitamine D in voeding. En je bent afhankelijk van de opname in je darm. Dus ik denk bij zo'n probleem meteen aan ondersteun je darmfunctie zo goed mogelijk. Dus probiotica. Ja. Pre- en probiotica. Ja, vooral prebiotica. Een combinatie van inderdaad. Ja. En ook voor pre- en probiotica geldt. Ga niet één ding nemen, maar ga daar heel veel mee variëren. Want jouw darmen doen het heel erg goed bij een grote variatie van pre- en van bacteriën, zeg maar. Hoe diverser, hoe beter, hoe gezonder je darmen zijn. Ja. Dus zoek eens een keer een lijstje van prebiotica en een lijstje van probiotica op. En ga daar enorm veel mee variëren. Ja. En niet alleen in supplementvorm, maar prebiotica, dat is eigenlijk voeding voor onze darmbacteriën. Dat zijn met name de vezels. Dus voor onze niet verteerbare vezels, dat is voeding voor onze dikke darmbacteriën. En probiotica, dat zijn eigenlijk levende bacterieculturen die met onze voeding naar binnen komen. Dus mensen kennen wel Yakult en zo waarschijnlijk. Maar ook daar, als je met name rauwmelkse zuivelproducten, die zijn enorm sterk probiotisch. Oké, okay, nou, dat denk ik ook. Denk ook aan kefir bijvoorbeeld. Ja. Kefir is ook echt een wonderproduct voor je darmen. Nou, dat zijn in ieder geval nog goede concrete tips van jullie. En inderdaad, ja, zoals ik zojuist al benoemde, Iris, dat artikel van jou in het nieuwe magazine over de zin en onzin van supplementen, ik denk dat ook heel verhelderend en informatief is. Dus mensen die nog geen donateur van ons zijn, die kunnen of een proefexemplaar aanvragen, of inderdaad donateur worden en het magazine automatisch ontvangen. Mijn collega's zullen de links nogmaals eventjes delen. En ook op het einde van het webinar worden op de afsluitende pagina worden die ook nog even benoemd. En ik zie zojuist nogmaals de vraag binnenkomen of dat het webinar is terug te bekijken. En zoals in het begin inderdaad ook verteld, krijgen jullie inderdaad automatisch een mailtje vanuit ons. En dan kunnen jullie het webinar nogmaals op jullie gemak terugkijken. Ik ga nog heel eventjes kijken, want ik zie dat het al bijna 9 uur is. Dus nog heel eventjes kijken of dat er nog wat laatste vragen zijn binnengekomen. Want ik denk dat we langzamerhand naar de afrondende fase moeten gaan. Eventjes kijken. Oh, ik zie trouwens dat Sophie blij was met jullie tips, maar dat ze dat reeds deed. En ik zie dat Ria nog vraagt of dat jullie toevallig de charisma-aardappel bedoelden. Die waar jij het zojuist over had, Hans. Die naam komt me wel bekend voor. Dat zal zomaar eens een van die oude rassen kunnen zijn. Ja. Er gaat hier ook een belletje rinkelen, ja. Nou, dan zullen we in ieder geval nogmaals de oproep inderdaad aan de mensen die de vragen over de aardappelen hadden. Mail ons gerust. Dat geldt overigens ook voor de andere mensen, want er zijn heel wat vragen voorbij gekomen. Maar we hebben helaas te maken met een beperkte tijd, dus we kunnen simpelweg niet op alle vragen reageren.
Mocht er inderdaad nog iets zijn, dan mail gerust naar het mailadres dat eerder is gegeven. Roermond@hartpatienten.nl. En dan kijken wij of we het samen met Hans en of Iris nog kunnen beantwoorden. Ik zal nog heel even kijken of er nog iets nieuws binnenkomt. Ja, dan zal ik even nog een korte aanvulling doen op die aardappelen, gezien daar best wat vragen over waren. Wat ik heel vaak doe, is aardappelen vervangen door andere knol- en bolgroenten. Denk aan pastinaak, denk aan knolselderij, denk ook aan zoete aardappels. Ik vind zelfs, sterker nog, ik vind tegenwoordig zoete aardappels vind ik lekkerder dan gewone aardappels. Dus op die manier zou je ook, zonder dat je op zoek hoeft te gaan naar een vervangaardappel, zou je aardappels kunnen vervangen. Oké, dat is nog eventjes een goede tip. Ik zie ook hier dat we eerder de vraag kregen, Iris, misschien is dat voor jou nog eventjes kort te beantwoorden, of rijstolie wel goed is, omdat rijst ook veel koolhydraten bevat. Nou ja, even de hele korte variant, want we willen inderdaad gaan afronden. Maar rijstolie bevat relatief veel omega 6 en vrij weinig omega 3. En voor een gezonde vetzuurbalans wil je zo min mogelijk omega 6 en zoveel mogelijk omega 3. En, want anders dan ben je eigenlijk je lichaam in een probleem aan het brengen. Maar goed, dat is weer een heel verhaal apart, waar ja, we nog weer een hele webinar over zouden kunnen opnemen. Dan bewaren we dat voor de volgende keer, Iris. Dus ik hou dat even hierbij, maar die zou ik niet aanraden. Net als raapzaadolie, koolzaadolie, sojaolie, dus al die hele bewerkte plantaardige vetten, dat is best wel goed om daar een beetje van weg te bewegen. Ja, dat is een goede aanvulling en ik denk ook dat dat een goede is om mee te gaan afsluiten. In ieder geval alle kijkers, hartelijk dank voor het kijken. Maar natuurlijk ook Hans en Iris, onze grote dank. In ieder geval dat jullie de tijd wilden maken en de moeite wilden nemen om onze kijkers te voorzien van al deze informatie. Ik denk dat er een hele hoop informatie is. Dus dat mensen het even moeten laten bezinken wat ze allemaal geleerd hebben van jullie het afgelopen uur. Wie weet kunnen we er in ieder geval een vervolg aan koppelen. Donateurs van Hartpatiënten Nederland worden automatisch op de hoogte gehouden. In de afsluitende pagina vindt u daar ook nog meer informatie over. Mocht u nog geen donateur zijn, dan worden namelijk ook automatisch op de hoogte gehouden van volgende webinars. Want ja, ik ben er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het heel interessant is, Hans en Iris, om nogmaals met jullie in gesprek te gaan. Nou, heel graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Ik weet nog wel onderwerpen voor de volgende keer. dan bespreken we die binnenkort. Alle kijkers, heel hartelijk dank voor het kijken. En ik zou zeggen nog een prettige avond en hopelijk tot de volgende keer.